van zijn slachtoffer. Dat melden Amerikaanse biologen. Houdt het hart van een prooi ermee op, dan lost ook de wurgslang haar greep. Dat is kwestie van zuinig omspringen met energie. Een prooi wurgen kost flink wat energie. Reden waarom ze niet langer knijpen dan nodig. Onder leiding van Scott Baddack stelden de biologen een proefondervindelijk vast met behulp van 16 boa's en een veelvoud van dode, maar nog warme rattenlijven. In de rattenlever, hadden ze een kloppend kunsthart verstopt, dat ze van op afstand konden besturen. De wurgslang kneep harder in een rat met hartslag dan in eentje zonder, zo.